waar we met z'n allen lekker naartoe kunnen verhuizen. Maar eerst het volgende. Als jouw kind met zijn hoofd in het toilet wordt gezet door zijn begeleider, wat denk jij en wat doe je dan, Roos? Ik grijp die begeleider bij zijn ballen. Meteen? Ja, natuurlijk. Je gaat het verhaal halen. Ja. Een zorgboerderij in het Groningse Wedde heeft de deuren moeten sluiten nadat er meldingen binnenkwamen, onder andere via Alberto Stegeman, van mishandeling. Het is echt balkelijk als je leest wat daar gebeurde. Er woonden daar dus 10 mensen met een verstandelijke of een meervoudige beperking. En dit gebeurde daar. Ik heb het er even bijgepakt. Ja, ik vind het echt... Ja, het is niet te doen. Echt. Een cliënt wordt in een sloot gezet als iets fout doet. Een cliënt wordt met zijn hoofd in de wc geduwd. Zorgverleners gooien zand in het bed van een cliënt omdat hij de tuin niet goed zou hebben gewiet. En het hoofd van een cliënt wordt met pindakaas ingesmeerd, waarna een hond hem aflikt. Er zijn cliënten of mensen met het verstandelijk vermogen van 1 tot en met 4 jaar. Ja. Ja, natuurlijk schrik je daarvan. Ja, iedereen natuurlijk. Hè. Niemand zegt van, goh, goed idee. Maar ik kan hier echt om huilen. Echt, omdat, ik bedoel, het is sowieso al... Het mag het nooit gebeuren natuurlijk. Maar dit zijn natuurlijk de allerkwetsbaarste van de samenleving. En ik doe vrijwilligerswerk. Ik maak theater met mensen met een verstandelijke beperking. En dan vanmiddag zitten we met z'n allen te klappen. En Bassie en Adriaan te zingen en dat soort dingen. En toen schoot me dit verhaal dus door het hoofd. Ik denk, hoe haal je het? Hoe is het mogelijk dat je zo'n sadist bent? Dat je deze mensen die natuurlijk... Die echt heel kwetsbaar zijn en heel erg gevoelig en heel erg, de emoties liggen altijd heel erg aan de oppervlakte. Ja, dat je die grijpt, dan ben je echt. Maar Fileman, jij bent regelmatig op zorgboerderij geweest. Ja, ik heb het hier autistisch gemaakt. En er was je ook sowieso heel veel in de zorg geweest. En wat mij altijd opvalt in de zorg, is dat juist mensen zijn die echt heel veel hart voor het vak hebben. Ja. Dus die staken bijvoorbeeld ook bijna nooit, omdat ze die cliënten niet in de steek willen laten. Dus ik vind het echt onwaarschijnlijk. Ik kan het helemaal niet bevatten of helemaal niet. Ja, ik begrijp er helemaal niks van. Nee. Ik weet wel dat er. Mijn ex die werkte bij een hele grote zorgaanbieder. Dat er altijd heel veel druk was. Dat vergoeilijkt helemaal niks hoor. Maar die moest bijvoorbeeld voor haar cliënten moest ze lunch halen. En dan kreeg ze €1 per cliënt voor een lunch. Dus dan moet je. Er is onwaarschijnlijke kaalslag daar geweest in die zorg. Dus misschien dat er iets mee te maken heeft. Maar ja, dat is ook maar een beetje speculeren. Maar ik herken dit niet. Het is wel heel goed dat dit aan het licht komt nu. Zeker. En in die zin is het wel fijn dat Alberto Stegeman 1 keer nuttig is. Ja, jij bent niet jouw vriend, hè? Daar gaat het helemaal niet om. Maar dit vind ik wel echt een hele nuttige... Want nu gaan er op andere zorgboerderijen natuurlijk ook het vergrootglas. En dat vind ik wel heel goed. En hoe is het bij Alberto terechtgekomen? Wie heeft dan hem benaderd? Ja, hij is getipt, maar precies weet ik daar niet van. Ja. Maar er waren klachten en tipgevers, wat ik uit de media begreep... die daar dachten van, er is daar iets niet helemaal pluis. En het vervelende is die mensen zelf... zijn zo weerloos. Die gaan ook niet tegen hun ouders, die ze daarin goed vertrouwen achterlaten. Of hun broers of zussen, die ze daar denken van, die worden daar goed verzorgd. Die komen niet dan vertellen van, joh, ik werd in de wc geduwd. Dat kunnen ze niet een vertrouwensband met de verzorger. Ja. Dus je merkt soms al, als er een verzorger, dat zie ik dan in mijn groepje, een dag er niet is, dan is iedereen ontzettend in de war. Ja. Want het is altijd diegene, die is er altijd. Structuur, weet je wel. Ja. Dus, en als diegene die jij dan vertrouwt iets doet bij jou wat gewoon niet oké is, dan denk ik ook dat het best wel heel lang duurt voordat je dat... Ik denk dat het van dit klopt niet. Maar wat gaat er gebeuren nu met de daders dan? Om het zo, dat krijgt uiteraard een vervolg. Dat weten ze nog niet. Maar in ieder geval, Alberto Stegeman heeft daar camera's opgehangen. Zou jij je kinderen nog met een gerust hart aan de zorg overlaten als dat nodig is? Als ze die zorg nodig hebben? Nee. Maar bijvoorbeeld jeugdzorg, om een voorbeeld te noemen, heb ik ook al vele uitzendingen over gemaakt. Niet bellen. Nee. Dat is het drama. Ja. Dat is wel heel triest. Dat is heel erg. Annabel, wil jij wel niet? Ik vind dat moeilijk. Ik snap jou wel. Hè. Ik heb zelf ook 3 kinderen. Ik begrijp echt wat je zegt. Ik zie dat er misstanden zijn. Ik wil er toch voor waken. Ook wat Fileman zei, er werken daar echt ook heel veel mensen... met echt hart voor hun cliënten. Die echt een verschrikkelijke best doen. En ik wil toch ook oppassen om daar niet te hard over te oordelen. Gelukkig zijn nooit deze goede mensen. Verhalen. Je moet alleen, weet je, ook kinderen... Ga jij nou ineens heel warm zitten doen? Nee, maar... helemaal niet. Annabel, geloof jij... Ken jij mij helemaal niet? Annabel, geloof jij in een buiten...